Hallo. Voor wie mij nog niet kent, ik zal me even voorstellen. Ik ben Yvonne Vrijhof van Heks en Kruid. En ik ben de schrijfster van dit boek. Hoofd in de wolken en voet in de aarde. Nou, dit boek heb ik een jaar rondgeschreven. En ik ben begonnen in mei en ik ben geëindigd in mei. Hoe symbolisch wil je het hebben? En op het moment zeg maar, dat ik het boek ging schrijven, wist ik helemaal nog niet of het boek ook daadwerkelijk in de wereld gezet zou worden. Maar ik ben gewoon de natuur en de magie van het moment gaan voelen en inzichten gaan krijgen in de natuur. En daar ben ik over gaan schrijven. En zo is mijn boek zeg maar, tot stand gekomen. Nou, en nu is het zover dat ik drie boeken ga verloten, want het boek bestaat alweer één jaar. Ik laat hem even wat lijken, later het reel eventjes doorheen. Want je moet ook weten dat er echt prachtig mooie tekeningen in staan. Die zijn gemaakt door Mirjam Bongaert. En die zijn gemaakt, afgestemd op het moment. Oh, kijk, dit is wel even leuk om te laten zien. Dit symbool, of deze tekening, gebruik ik nu voor de jaarcirkel. En de jaarcirkel ben ik in maart mee gestart. En de jaarcirkel is eigenlijk een aanleiding van mijn boek geweest. Dat je dus de magie van het moment gaat ervaren. En dan ga ik dus in op de momenten zoals het nu is. Hoe de maan staat, hoe de zon staat, hoe de natuur zich ontwikkelt. En in de jaarcirkel delen we heel veel met elkaar. En het is net zoiets als de Moon Challenge, maar dan ja, groter. Laatst sprak ik iemand en die zei, ik vind de jaarcirkel vind ik een soort reuze Moon Challenge. Nou, dat vond ik wel een hele mooie, dus bij deze houden we die erin. De jaarcirkel is een reuze Moon Challenge. Dus wil je meedoen? Kijk dan ook even op de jaarcirkel website, jaarcirkel.nl. Want alles wat zeg maar, een beetje wat in mijn boek zeg maar beschreven is qua energie, dat vind je ook weer terug in de jaarcirkel. Dus nou, mijn boek ga ik verloten. Voor degenen die dus hebben meegedaan met een reactie plaatsen onder de post van hoe het voor hun was om mee te doen met de Moon Challenge. Ik heb onwijs mooie reacties gehad. En die wil ik dus ook, die mensen wil ik dus ook allemaal meenemen in mijn loting. Ik heb de briefjes gemaakt, ik heb allemaal handgeschreven namen erop gezet. Gedicht gevouwen en heb ik in een potje gedaan, in een toverpotje. En dan heb ik dus drie boeken, want dit is mijn boek. Kijk, dit is namelijk een misdruk. Het is wel even leuk om te laten zien. En die heb ik dus zelf gehouden. Want ik heb er nog eentje ontdekt en ik laatste misdruk. Kijk, dit is het boek wat ik zeg maar ga verloten. Die zit nog ingepakt ook in plastic. Ja, dat zit even wat. Dus Erik, als je dit ziet. Erik is de drukker. Ik heb er een stuk of drie die een misdruk hebben. Maakt niet uit. Ik vind het helemaal niet erg. Want ik hou wel van een beetje anders dan anders. Maar dit boek is dus voor mij. En hier, ik lees zelf ook nog steeds de verhalen. Het is heerlijk om te doen. En dan heb ik hier drie boeken. Zo nieuw als het maar kan, nog steeds. In de verpakking, netjes. Die ik dus aan jullie ga verloten, nu. En dan ga ik eventjes mijn box van Pandora erbij pakken. Daar is hij. En daar zitten al de briefjes in. Oh, niet zo. Kan je het zien? Ja, oké. En wat ga ik doen? Dan ga ik schudden. En dan ga ik voor het eerste boek drie keer schudden. Oh, dan mag ik natuurlijk niet kijken. Kijk, zie. Nee, ik ga niet kijken. En ik trek er één loodje uit. Is er eentje? Ja, het is er eentje. Oei, oei, oei. En dat is Petra Driessen. Petra. Gefeliciteerd met het boek. Ik zal zo nog even de namen groot opschrijven. Dus Petra, één boek voor jou. Eén boek voor Petra. Die ga ik zo nog even opschrijven. Goed. Dan gaan we weer voor het tweede boek. Inclusief verzendkosten, hè? Want die krijg je er ook nog eens eventjes bij van mij. Dus stel je woont in België, komen de verzendkosten er ook nog bij. En dan betaal ik dus gewoon allemaal voor jullie. Gewoon omdat ik mijn boek heel graag wil verspreiden. Oh, en ook wel leuk om te vertellen. Dat is dat stel nou dat je dus niet wint. En dat je niet het boek kan... dat het niet gaat. Dat je niet gekozen wordt, bedoel ik.
Dan heb ik nu een leuke actie. Die loopt tot en met nieuwe maan. Dat is aankomende dinsdag, 15 mei. Dat je dus korting krijgt, extra actiekorting krijgt. Als je dus via de link in de mail het boek bestelt. Dus speciaal een Moon Challenge actie is dat. Dus korting op het boek tot en met 15 mei. En dan is weer de oude prijs van toepassing. Nou goed, dan gaan we voor de tweede. Hoppatappatappatappatapp. Oké. En dan... heb ik er eentje, hoop ik. Ja. En dat is Robert J. van Dam. Mooi zo, dat is wel niet te zien, denk ik. Hè? Nee, maakt niet uit. Oké. Robert J. van Dam. Tweede boek. Robert J. van Dam. Oké. En dan het derde boek, die verloot gaat worden. Derde boek. Ja. Oh ja, ook wel even leuk om te vertellen. Morgen start de e-learning Kruiden Spirit. Daar kan je aan meedoen. Mits je zeg maar, jezelf maar aanmeldt. Of je kan je moeder bijvoorbeeld aanmelden voor een maand proefles. Op de website kruidenspirit.nl kan je er alles over lezen. Maar dat is echt een cursus als je hart bij de maan, de magie en de natuur ligt. Dan zou ik zeggen, kijk er even op en meld je aan. Kan tot en met morgen en dan gaan we van start. En dan kan je een maand lang, een jaar lang... Kan je de magie, de maan en de natuur beleven in alle vormen. Het is echt een hele gave cursus als je echt de verdieping in wil. En nogmaals, als je mee wil doen met de jaarcirkel, we starten dus op 18 juni. Dan kan je dus als een soort, in een soort reuzenmoon challenge stappen. Hè? Dat is ook wel gaaf. En daarvoor kan je aanmelden op de website jaarcirkel.nl. Nou, we gaan weer verder. Drie keer, vier keer. Oké. Ja, hier heb ik er nog één. En dat is Caroline Westerveld. Caroline Westerveld. Kijk eens aan, Caroline. De derde boek. Jongens, van harte gefeliciteerd allemaal met je mooie boek. Ik ga de namen nog eventjes groot opschrijven. Dat had ik al bedacht van, nou, dat is vast niet te lezen. En dan even kijken. Dan hebben we als eerste, had ik getrokken, Petra Driessen. Petra Driessen. En als tweede had ik getrokken, Robert J. van Dam. Robert J. van Dam. En als derde had ik gekozen, Caroline Westerveld. Caroline Westerveld. Kijk eens aan. Dat is beter te lezen. Petra Driessen, Robert J. van Dam en Caroline Westerveld. Nou, dames en heren. Ik zou zeggen van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Ik ga hem naar jullie toesturen. Handig is als je eventjes je e-mail, even een e-mail stuurt naar mij en daarop aangeeft wat je adres is waar ik het naartoe kan sturen, want dat weet ik natuurlijk niet. En dan stuur ik er eentje naar Petra. Ik stuur er een naar Robert of Robert. En ik stuur er eentje naar Caroline. Van harte gefeliciteerd. En nogmaals, voor wie geen boek heeft gewonnen, ik zou zeggen niet getreurd, want... Maak gebruik van de actie, die loopt tot en met 15 mei, tot en met nieuwe maan. En dan kan je het boek voor een mooie actieprijs aanschaffen. En dan mag je, het is één exemplaar per persoon, dat wel. Wil je meerdere boeken bestellen, kan ook. Krijg je ook korting, maar voor het ene exemplaar krijg je sowieso standaard een Moon Challenge korting. Dus, nou leuk zo toch? Ik vind het helemaal geweldig. Ik zou zeggen, fijne dag, fijn weekend en tot de volgende keer misschien, hè? Misschien. Doeg!